Pagwa op school? Waar komt Pagwa vandaan? En Holika verbranding. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Alle scholen bleven vandaag dicht vanwege Holi Pagwa. Dus werd op basisschool het kleurenorkest gisteren het feest al gevierd. De kinderen leerden erover in de klas, ze speelden samen Surinaamse spelletjes en er was natuurlijk heel veel gekleurde poeder. Waar denk je aan bij Holi Pagwa? Dus welke woorden komen er dan bij jullie op? In de klas van juf Lisa ging het maandagochtend over het Holi Pagwa. De leerlingen maken een mindmap en schrijven op waar ze aan denken bij de feestdag. Het feest is gekomen door Hindustan. Ja, het is een Hindustan. Maar het feest is voor iedereen, wat zeg je dat mooi? Niet op iedere Surinaamse basisschool wordt Holi Pagwa gevierd. Claudia Hermelijn, de directrice van het kleurenorkest, vertelt waarom er hier op school wel iets mee gedaan wordt. Wij zijn een Nederlandse basisschool in Suriname. Dus de kinderen komen naar school om te leren, zich te ontwikkelen. Dus wij geven ze ook mee onze multiculturele samenleving. En dat wensen we alle kinderen toe. Dus vandaar dat wij ook in ons Nederlands curriculum hebben we onze Surinaamse feesten. Waaronder nu op dit moment ons Holi Pagwa feest. Mag jij één woord benoemen? Eentje? Vies worden. Ja, we gaan straks wel heel erg vies worden. Maar voor het zover is, spelen de leerlingen eerst spelletjes met elkaar. Want op het kleurenorkest worden op feestdagen als deze altijd Surinaamse spelletjes gespeeld. Schoppensteentje, joel, jompofutu, dat leren we ze ook, want we zijn in Suriname. Ik vind het wel belangrijk, want daar hoef je niet zoveel te werken en daar kan je spelen. Voor sommige kinderen is het de eerste keer dat ze Holi Pagwa vieren. Fennesis woonde eerst in Nederland en zit sinds dit schooljaar in Suriname op school. Ik had er wel van gehoord, maar ja, ik wist nooit wat het betekende en wat je moest doen en zo. We proberen de kinderen alles mee te geven. Niet alleen het leren, op een stoel zitten in de klas, maar ook gewoon het beleven. En zo leren ze ook gewoon sociaal met elkaar omgaan. Na de gezamenlijke lunch met Barra en Plauri is het eindelijk zover. En dat het een beetje regent, dat maakt voor de kinderen helemaal niks uit. Behalve dat ze leren wat het allemaal inhoudt, mogen ze met z'n allen mooie stoeien met poeder. Ook Fennesis vond het een hele leuke eerste Pagwa. Wat je gewoon met elkaar kan spelen, spelletjes spelen en wat je op elkaar poeder kan gooien en zo. En wat de kinderen ervan vinden dat ze allemaal zo kleurrijk naar huis gaan. Ik heb crème gezet, dus als je jezelf gaat wassen, dan gaat het er makkelijker af. Mijn ouders vinden het niet zo leuk, want je wordt helemaal vuil. Thuis gaan de kinderen waarschijnlijk nog heel lang baden, maar voor nu is basisschool het kleurenorkest nog veel kleurrijker geworden. Sommige kinderen vieren Holi Pagwa alleen op school, maar voor Shayana was het na het kleurenfeest op school nog niet afgelopen. Zij viert het ieder jaar met haar hele familie. Ze legt uit waar het Pagwa-feest vandaan komt. Voor het verhaal van Holi Pagwa moeten we heel ver terug in de tijd. Er was toen een koning die vond dat hij de enige heerser over een rijk was. Hij wilde onsterfelijk worden en zijn god Shiva gaf hem dat. Iedereen moest naar de koning luisteren. En iedereen deed dat ook. Behalve zijn eigen zoon. Daarom bedacht de zus van de koning en de tante van het jongetje een plan. Er was een heks en ze heet Holika. Haar neefje was heel lief. Iedereen hield van hem. En ze had gepland om hem te vermoorden. Holika vertelde haar neefje dat hij zich moest opofferen voor de goden. Ze was op een brandstapel gaan zitten met een speciale sari. Is een traditionele kleding van Hindustan. En ze heeft het zodanig gemaakt dat als het brand wordt opgestoken, dat zij niet brandt. Maar mensen hebben daarover uitgevonden en hebben het verwisseld
hebben ze die andere aan die beschermde aan die jongen gegeven en die valse aan haar. Dat toen ze op de brandstapel zat, verbrandde ze. Holika verbrandde dus, maar haar neefje overleefde het. De gemene koning is later vermoord door de goden. Ieder jaar wordt er dus Holi Pagua gevierd over de hele wereld en wordt deze gebeurtenis herdacht. De Hindoestanen zijn een van de Surinaamse bevolkingsgroepen en daarom wordt het feest ook hier heel groots gevierd. Het is altijd in de maand maart, op de dag na volle maan. Elke jaar voor Pagua wordt er op verschillende plekken Holika verbrand en gevierd. Wordt er rond een plant die ook genaamd Holika een brandstapel. Met het verbranden van Holika en het gekleurde poeder vieren de Hindoes dat het goede van het kwade gewonnen heeft. En dat het na de winter weer lente wordt. De dag voor Holi Pagua zelf gebeurt er ook veel. De tempel, beter bekend als de mandir, krijgt veel bezoekers die naar de Holika Dahan komen kijken. Een speciaal ritueel dat ook in Suriname het einde van het oude en het begin van het nieuwe seizoen laat zien. Dit is de Sri Sanatan Dharam Mandir, de Paramaribo Noord. Dit is een van de vele tempels waar de Holika Dahan op de avond voor Pagua plaatsvindt. Vooraf het vuur wordt aangestoken, wordt er gebeden. En ook gezongen. Daarna wordt de holika verder voorbereid. De toren van takken en palmbladen is lang van tevoren gemaakt. Het is dus eigenlijk takken, et cetera. Maar 40 dagen voor de verbranding wordt er dus een kasterolieplant in de grond gestopt. Ja. En dus dat symboliseert eigenlijk het goede. Ja. En die plant moet dus dan in die 40 dagen gaan bloeien en groeien. Ja. En daaromheen wordt dus dan een brandstapel gebouwd. En op de dag van Holika verbranding wordt die kasterolieplant dus eruit gehaald. Dus het goede wordt eruit gehaald. En het kwade die dus daaromheen is gebouwd, die wordt dus dan verbrand. De verbranding is een soort reiniging. Er worden symbolisch slechte dingen en slechte gedachten verbrand. De Holika verbranding symboliseert eigenlijk de overwinning van het goede op het kwade. Daarbij denken we dus niet alleen van kwaad van buiten, maar ook kwaad van binnen, ja? Onze innerlijke. Want je hebt ook haat, jaloezie, ja? Al deze soort dingen. Ja? En met Holika, na de verbranding, dat we dus dan weer een leven tegemoet gaan zonder al deze dingen in ons leven. Het is een ritueel die bij het Hindoestaanse geloof hoort en is ook een soort einde van het oude en het begin van het nieuwe seizoen. In India is het wel zo dus dat er een nieuw seizoen is begonnen. En ja, ook in Suriname zouden we kunnen zeggen is een nieuw seizoen begonnen. Want wij gaan dus nu richting droge tijd. Is meegekomen vanuit India en daar wordt het dus de lentefeest genoemd. En dus dat hebben we dus dan samen met de gemeenschap dat gedaan. En u ziet het zelf, de mensen zijn in grote getallen bijeengekomen. Dat stellen we dus dan ook bijzonder op prijs. Uiteraard had de voorzitter voor een ieder een boodschap. En het slaat op hetzelfde als het doel van de Holika Dahan. Zeker in deze moeilijke tijd is het dus eigenlijk aan te bevelen om de samenleving op te roepen. Om samen met ons dit mooie land op te bouwen. Laten wij niet kijken van waar we zijn gekomen of wie we zijn. Geen kasten of rang of verschillende soorten etniciteiten. We zijn allemaal Surinamer. Ja? En laten we dit mooie land Suriname samen helpen opbouwen. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.